Jawel, daar gaan we. Een prachtige nieuwe donderdagavond is aangebroken. Dat betekent dat er een nieuwe Viva Valentine is. Jee, van links naar rechts. We gaan het yay. hebben over oranje. We gaan het hebben over de Nederlandse identiteit. En we gaan het hebben over nog heel veel meer. Uh, na afloop van deze aflevering gaan we natuurlijk door op VivaValentine.com. Voor alle bazige Ben je nog geen bazige Ga naar vivavellentime.com en, uh, en word er een. Je mag zelf bedenken wat het je waard is. VivaValentine.com. Na afloop gaan we daar dus nog een heel uur door. Goed. Dat hebben we uit de weg geholpen, Robert. Ja. Daar gaan we, van links naar rechts. Zeker weten. Heb je volg je een beetje TK? Totaal niet. Nee. <laughs> nee. Als in, je kijkt ook geen enkele wedstrijd van Nederland, het niet? Nee, ik, krijg het mee, uh, ik kreeg het mee van de week toen ik in het Vondelpark lag en ik iedereen hoorde schreeuwen of huilen als er iets gebeurde bij, Het uh, was dat Nederland Oostenrijk glaubens. Oh, dat was gisteren, eergisteren was ja. dat, ja. ja. Dus toen, uh, daar krijg je het mee, maar dus, nee, ik, uh, mm. toen was ik ook nieuwsgierig van wat gebeurt er nou door dat geschil, maar ja. tv kijken, dat... Uh, dat zit er niet meer in? Nee. nee. Nou goed, ik uh, ja, ik volg uh, in ieder geval Nederland en ik had de eerste wedstrijd niet gekeken en toen kwam uh, mijn zoons terug uit school en die zei: wat de fuck is dit? Er is een EK aan de hand en we wisten van niks en we hebben niks gezien. Dus ik zei: oké, oké, we gaan <laughs> eens kijken. Dus zij willen Nederland kijken, dus dat doen we dan nou wel. Weet je, uh. maar de rest kijken, ik ben niet echt geïnteresseerd. Maar het is wel grappig, want ik had dus, um, ik had heel erg, um, uh, zo net na corona was ook een EK volgens mij. Um, of een WK, weet ik veel. En, um, <laughs> ja. en toen, uh, toen had ik er helemaal niks meer Ik had zoiets van fuck dit, fuck Nederland, fuck die, 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 die hypocriete shit. Dat je niet met z'n allen op de tribune of er moet een lege stoel naast. Weet ik, veel. <laughs> ja, ja, ja. ik was er helemaal klaar mee. En uh, nu had ik eens zoiets, en dat kwam eigenlijk door die beelden van dat uh, van links naar rechts uh, filmpje. Mm -hmm. Ik ga het heel instarten, daar is hij. Hele wereld overgaan, natuurlijk. Yeah. Dit was in Hamburg, de eerste wedstrijd tegen Polen. Net daarvoor. Nou, dit is, uh, je kent Nederland. Nederlanders zijn goed in carnaval vieren. Yeah. <laughs> dit is carnaval. Nou, goed, iedereen kent het. Van links naar rechts. Uh, maar ik had uh, heel erg hierbij zoiets van: Het is wel grappig hoe in deze tijd waarin de media niks anders doet dan pro-EU propaganda uitzenden. Hmm. Weet je, Europapa, bullshit. Uh, ja. Krijg om onze <laughs> oren dat dit hele EK toch echt wel een feest is van de nationale identiteit. Weet je? je ziet de Nederlanders dit doen. Je ziet, uh, weet ik veel, ik zag de Polen ook zoiets doen. En iedereen begint dan dansjes te doen. En weet je, zoveel mogelijk van de kleuren van hun land uh, uh, rond te zwaaien en te vieren. En, terwijl ik zoiets iets van, ja, grappig eigenlijk. Weet je? Ja. Dat, daar heeft uh, de EU-propagandamachine toch een beetje geslekt met dat, uh, dat EK. <laughs> dat, uh, uh, ja, eigenlijk is er namelijk maar één team in hun ogen... En dat dat is het Europees voetbalteam. Dus dat werkt dat niet echt. In de toekomst iedereen een blauw shirt met hoeveel sterren erop staan. En Europa Team 1, Europa Team 2 en dat soort onzin. Ja, en dan Joost Klein die daar. Die staat te zingen. Nee, ik vond het mooi deze video. Ik zal nog één laten zien. Want ik vind het namelijk exemplarisch voor het Nederlandse kiezersvolk ook. Hier hebben we toch de Nederlander ten voeten uit. Van links naar rechts. Ja, Ga nu weer voor de PVV, ja. Nee, toch? Nee, ja. nou, even naar voor ja. hem proberen, naar rechts, ja, naar links. Kan ja. <laughs> 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 <Misschien dat zouden laughs> kunnen redden. En het heeft ook echt hetzelfde niveau, weet je. En niks te laden, liefhouders. Echt goed feest is een goed feest. Maar um... ik vind het toch bijzonder altijd dat dat zo. Um, ik, zat, ik ging dus toen ik naar het Vondelpark reed of liep. Zag ik dan? Ik heb daar in een van de tent zitten? En dat die had de hekken dicht gedaan, want het Was blijkbaar was het vol. Ja. Maar er staan dus mensen tegen de hekken aan te kijken naar het scherm. En het is ook een rij voor dat hek. Terwijl je gewoon op je telefoon kan kijken, toch? Kan ik op je telefoon kijken? Maar blijkbaar moet dat dan voor dat hek daar. En dat heb ik bij meerdere plekken waar ik langs liep, was het zo vol dat ze dus tegen het hek aan, of net een terras of zo stonden te kijken. Of met z'n allemaal heel klein tv'tje op het terras te kijken. Dus het, ja, ik vind het. Ja. Uh, maar nou, dit, dit, dit soort nationalistisch uh, gedrag is buiten de EK. Ben je, ben je racist? Ja, dat kan echt niet. Kan nee, niet dit, dit zijn. Inceste, dit is allemaal. Uh, nou goed, dat werd toch ook gezegd. Links onder heb je. Uh, je ziet ze hier nog in beeld. Als je kijkt. Ik weet niet of ik het live kan zetten zonder dat het filmpje gaat spelen. Maar links onder zie je twee of drie gasten. En die hebben uh, zich verkleed uh, als gullet met, oh, hun, ja, ja. Uh, met hun pruiken. En uh, ze hebben een uh, blackface gesminkt. En uh, nou goed, ik denk niet dat je het hier op deze kleine player ziet maar ze in beeld dat uh, dat ging ook de wereld over oh ja. en toen had Gullit daar ook weer op gereageerd hij zei van luister dit is helemaal geen racisme dit is gewoon een eerbetoon aan een uh, aan een toernooi van 38 jaar geleden of 33 jaar geleden weet ik veel verder was 34 jaar geleden hmm. en dat um, ja dat dus ja Jezus. Ja, al, moet je altijd iets in kunnen vinden? Ja, het is altijd wel wat natuurlijk. Maar nou, goed, ik, uh, ik vond het van links naar rechts thema leuk. Ik had echt zoiets van ja, dit, uh, je gaat van links naar rechts en er verandert niets. Ja. <laughs> Want dat is natuurlijk het hele ding. Het grappige is van je gaat van links naar rechts. Maar ja, da, dat is de dat bezigheid. Een, dat is ja. het doel, weet je, dat is gewoon zo plat is het. Je gaat van links naar rechts en that's it. En we zijn met z'n allen Nederlander en het maakt verder niet zoveel uit. En dat, uh, dat is inderdaad hoe de Nederlander denkt. Ik blijf het wel fascinerend vinden dat het, zo, dat het zoveel mensen op de been brengt en het zo bezig houdt. Ja. Het, um... het verbroedert echt. Dat is ja. wel echt aan de hand. Ja. Maar ook, ik weet niet, ja, ik weet niet hoe dat um, um, Het is toch ook ja, ik wil, ik wil het niet meteen se opnoemen, maar het is zo wat je zegt dat je, dat je zoons zoon het thuiskomen die dan iedereen is blijkbaar mee bezig was. Dus wij moeten er ook mee bezig zijn. ik zag, ik zag het altijd bij Ancilla voorbij komen op de Instagram dat zij ja. zegt: Ik vind het vreselijk maar. Ja, je kunt het niet zien, exact. je moet het kijken. Ja, je kunt er niet aan voorbij. En dat, uh, maar het geeft ook heel vreemd een soort doel. Dus ik zie dat bij, uh, weet ik veel, als ik mensen hoor die gewoon, ja, weet ik veel, niet zoveel te doen hebben. Die zijn nou helemaal in het EK. Yeah. Weet je? En die <laughs> zeggen, kijk yeah. alle wedstrijden. Yeah. Weet je? En dan zegt ze van ja, nee, ik snap dat. Want het geeft een soort, ja, het is een soort entertainment. Weet je? Yeah. Ik bedoel, geef het volk brood te yeah, spelen. Precies. Dat is wat ze nodig hebben. Yeah. Dat is dit, weet je. Dus dat, uh, ja, het is geen, geen wonder dat het, uh, kijk, als het leven zwaar wordt, wat het dan het worden is. Dan, uh, dan brengt voetbal brengt verlossing. Dat zie je ook in de landen als uh, Brazilië en Argentinië en zo. Weet je? Ik bedoel, Mexico ook. Weet je? Ik bedoel, ja. hoe armer het volk, hoe fanatiekere voetbalsupporters het worden. Maar daar zijn volgens mij ook de voetballers ook fanatieker, omdat het een, een ticket is naar um, een uitgang uit, weet ik veel wat. Je weet die gozen ook. Weer, nou, nu niet meer uh... natuurlijk. Ik bedoel, als jij bij het Argentijnse of Mexicaanse nationale elftal zit, dan voetbal je echt niet meer in Mexico of Argentinië. Dan zit je gewoon in de in de uh, hoe heet het in de Spaanse divisie. Ja, ja precies. Dat, nee, maar dat. Maar dus het is een uitweg uit, weet ik veel, uit. Voetbal armoede. wel, ja. Voetbal ja. ja. ja, zelf. Voetbal zelf. Ja. ja. Maar ik denk dat dat in Nederland ook zo is. Dat uh, ja, weet je, ik bedoel, het is niet dat je geen kansen hebt als je in Nederland opgroeit natuurlijk. Doe je je allerlei opleidingen doen en weet ik veel wat. Maar ja, weet je, een, 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 een uh, succesvolle sportcarrière wordt toch door heel veel mensen al geambieerd. Hmm. En dat snap ik ook wel. Ja, het succes. Het is heel tastbaar. Over 18 jaar gesproken. Ja. We hebben niet, we hebben niet in... Nee, uh, die uh, hebben we er niet in gezet. Nee, ik, ja. ik zat en ik heb het de hele week, heb ik, de, ik, heb ja, gelied, ja. tweet, ik heb het ge-tweet, ik heb het gedaan. Ja. Ik heb echt zoiets van, deze moet ik niet vergeten. Ja. Jesus Christ. Um, nou goed, dan moeten we hem bespreken gaan. Yeah. Uh, Gavier Milai, de nieuwe president van uh, Argentinië, is erin geslaagd om voor het eerst uh, een week lang zonder uh, inflatie uh, voor elkaar te krijgen. Dus er de was afgelopen in... week, dat is de eerste week van juni, uh, was er geen inflatie. En dat is wel natuurlijk een of ander onderzoeksbureau die dat heeft vastgesteld. Dus je weet niet helemaal hoe die cijfers of die ook nog gecheckt worden, maar in ieder geval dat was het nieuws. En, voor het eerst in dertig jaar. Voor het eerst in 30 jaar, ja. ja. Een week zonder inflatie, ja. zo erg is het dan. Ja. Jesus Christ, ja, het is heel knap. En hij heeft dat gedaan door uh, um, ja, gewoon ontzettend te snijden in de kosten... waardoor de geldprinter niet aanhoeft, waardoor de geldvoorraad niet toeneemt... waardoor prijzen stabieler blijven. Dat heeft ook niet te maken met het feit dat hij de dollar heeft... Um... Um, wat heeft hij dan? Dat was een soort van dat werd de reservement of de. Hoe, hoe zat dat nou? Het werd ook een wettig betaalmiddel, geloof ik. Dat het eerst met meer ja. verboden was. Want ze vluchten allemaal juist ja, in die dollar en dat wilden ze juist tegengaan. Nou, het enige wat hij eigenlijk echt gedaan heeft, is de, uh, uh, de officiële uh, wisselkoers van de dollar naar de pesos. Of de pesos naar de dollar. Um, uh, losgelaten mm. en dus gewoon eigenlijk de vrije markt uh, 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 rate uh, geadopteerd. Dus mm. op straat werd twee keer zoveel betaald voor een dollar. Of krijg je voor een dollar twee keer zoveel pesos als bij de bank. Ja. En dat werkt natuurlijk niet. Dus dat hebben ze uh, op een gegeven moment losgelaten. En toen ging het ook gelijk weer. Ja, de peso is gehalveerd in waarde tegen dollar. Nee, dat was hij al. Ja, ja, ja. Alleen nu zie je het. Ja. En, dat, uh, dus nu, en nu is het verrassend stil op nu.nl en op ja, nos.nl. Ja, Ik hoor niet dat Javier uh, uh, Milay een succes heeft geboekt. Nee. Want dit, uh, dit is wel hoe je inflatie gaat. En wat hij nu doet in Argentinië. is wat er ook gewoon straks gaat gebeuren in Europa. Daar kan je gewoon donder op tegen zeggen. En ik kan je wel vertellen: het is niet leuk. Want je krijgt, een, uh, um, ja, je krijgt ook een boel economische uh, tegenslag voor je kiezen. Om, om, en daar moet je doorheen. voordat het land weer financieel gezond is. En dat, um, Als je gaat hervormen, bedoel je? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dus dat, uh, ja, dat, je krijgt die deflatare crash, krijg je dan. Maar dan moet je doorheen voordat je weer economisch succesvol kunt zijn. En dat um, ja, het is interessant. Ik vond, ik vond het heel tof. Ik was even op zoek naar een wat jij zegt. nadat nou, niemand die daarover uh, bericht. Uh, want ik had an, een aantal andere artikelen die ik heb uitgezocht. Uh, of onderzoek naar deed. Toen vond ik uh, bizar veel op uh, traditionele media. Maar dit niet behalve het Haarlems dagblad gisteren. Oh, okay. Die zegt, Milay mikt op Nobelprijs naar economische hervorming Argentinië. Ja, nou ja, ik weet niet of dat zijn eigen woorden zijn, maar ja, ik vind ja. dat hij absoluut een Nobelprijs verdient als het hem lukt om een, um, een land wat 80 jaar lang door inflatie is geterroriseerd, door politici is geterroriseerd met inflatie eigenlijk zo. Mm -hmm. um, uh, omdat uh, in, in, ja, als hij dat, dat tijd kan keren, dat zou spectaculair zijn. Hij heeft blijkbaar gezegd tijdens een bezoek aan Tsjechië dat als zijn plannen lukken hij de prijs waarschijnlijk in, in ontvangst mag nemen. Dus dat zijn zijn eigen woorden. Oké, okay, nou, dat maar zou het zijn. Terecht. Ja, inderdaad. Ik vind het, uh, ik vind het fantastisch. Dat, uh, um, en het, het, het is ook, ja, we hebben het daar al over, gehad, over dat 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 toch wel een reden is om te gaan stemmen. Weet je? Als je dat soort kandidaten hebt, weet je, dat je dan toch de beste van de slechte... Hij blijft een politicus, mm. dus niet te vertrouwen. Maar ja. aan de andere kant, als hij dit voor elkaar krijgt, ja, dan, dan dat, dat is dat wel vet, hoor. Dat, uh, dat is tof. Het zou wellicht een stap in, uh, in de goede richting zijn. Ja. Maar goed, Absoluut. ik ben altijd, ben altijd... Ik bedoel, het hele idee is van... Wat, wat doet het op lange termijn? Wat gaat, wat, gaat, wat gaat men doen daarna? Hoe, hoe bestendig je dit? Ja. Um, en ik denk dat het gewoon zo moet oplossen. Liever Bitcoin dan Milain nog steeds? Ik, had, ik was laatste gast in die podcast van Tom van Le Moen. Ja. Uh, die doet een uh, staatsschuld op uh, Ja. En uh, toen hadden we het over, over dat kiezen, weet je, en dat stemmen. En weet je, ja. en, kijk, ik, ik, ben, ik sta heel sympathiek tegenover jouw argument: van het maakt toch niet uit. Dus waarom zou je gaan stemmen? Want je geeft legitimiteit aan een instituut wat gewoon door en door corrupt is. Mm -hmm. um, toch heb ik zoiets van, ja, ik ga wel stemmen. En daar, tijdens dat ik dat gesprek had met Tom, realiseerde ik me waarom. En dat komt doordat de overheid een monopolie op geweld heeft. En ik heb zoiets van: als je een partij tegenover je hebt die een monopolie heeft op geweld, dan is het naïef om te denken van: ik doe gewoon niet meer mee. Want je kunt niet meer verdedigen wat je hebt. Dus het enige middel wat je hebt, is die stem uitbrengen op een partij die hopelijk niet dat geweld tegen jou gaat gebruiken. Dat hopelijk. Is, ja, ho maar exact, hopelijk. Ja, maar ja. je kunt niet anders. Dat nee, is echt wat je hebt. Dat is alles wat je hebt. Nee, maar, dat, maar dat narratief wil ik juist tegen gaan. Precies om dat idee wat je nu schetst... Uh -huh. moeten we niet meer stemmen. Het idee dat jij denkt dat alleen stemmen... datgene gaat zijn waardoor je uit kan komen. Nee, maar ik zeg niet dat we eruit komen. Ik zeg alleen dat de kans kleiner is... dat er iemand geweld tegen gaat gebruiken... als je op iemand stemt die ja, wat meer in jouw kamp zit... Dus als ik, een klein, als ik zou stemmen op een kandidaat omdat hij voor een kleinere overheid is, wat ik zou doen, ja. dan um, uh, stem ik daarmee eigenlijk op een uh, iets kleinere kans dat ik te maken ja. krijg met het monopolie van geweld ja. van de overheid. Ja, ja, dat is ook wat wat veel, um, wat ik zelf ook bij de OP heb gezegd, dat het stemmen is eigenlijk een, soort, een vorm van zelfverdediging. Ja. En dat ik op zich, ik bedoel, ik heb het zelf heel lang geroepen, dus het is ook niet dat ik dat een gek argument vind, alleen er blijft een. Ik blijf het de egregoren voeden. Ja. Dat, dat is nog steeds... En dat wil ik gewoon niet. En ik wil dat we totaal... Ik heb liever dat mensen denken van... Dit gaat totaal niet werken. Wat moeten we dan wel gaan doen? En dan alle energie gaan storten op. Weet ik veel, bitcoin ofzo, of zoiets in die richting. Er dus gaat nul, nul aandacht en energie. Echt geen 1%, nee. ja, 0,0% meer die kant op gaan. En we gaan nu allemaal... Aan het algoritme en die, en die boel zwarte markt, weet ik wat voor zwarte markt start, starten en die boel daar ja. ondermijnen. Nou ja, goed, we hebben die discussie natuurlijk een aantal keer gevoerd. Het is ook inderdaad, je, je gaat er niet uitkomen. Het is kut. <laughs> weet je, ik bedoel, democratie is. is Gesloopt door, ja. Uh, um, ja, door gewoon een corrupte klasse die het gekaapt heeft, mm -hmm. en um, ja, dat maakt, het, dat maakt het echt heel moeilijk. En mm -hmm. inderdaad, ja, dan ga je stemmen, dan geef je de legitimiteit aan, dat is waar, mm -hmm. en en leidt af van het feit dat je zelf verantwoordelijkheid moet nemen. Maar ik heb zoiets van ik neem die verantwoordelijkheid wel mm -hmm. en um, ik, om je voorbeeld te geven, vorige week hebben we gepraat over de nieuwe belastingregels. Mm -hmm. En um, toen waren we niet helemaal zeker of het nou ging om reëel behaalde winsten nee. of, of, of gewoon papieren uh, uh, winsten. En het blijkt wel degelijk uh, te gaan om de toename van waarde in je box 3, waarop je gewoon 36% belasting betaalt. Ook als jij, um, uh, weet je, ongeacht wat dat is, nou, dan is het wel zo dat er misschien nog wat regels komen over hoe het woningen. zit met huizen, met woningen, dat soort dingen. Woning in box 3. Als je bijvoorbeeld een tweede woning hebt, moet je, ja, want dan zou je in feite elke keer een stukje van je huis moeten verkopen om, om die belasting te betalen. Dat is raar. Uh, andere argumenten die ik hoorde is van, kijk, de, de Hoge Raad heeft nu twee keer in het voordeel van, van eigenlijk spaarders en beleggers uh, een uitspraak gedaan. Dus zometeen ga je inderdaad, wat wij ook al zeiden, als de overheid uh, de geldprinter aanzet en zorgt voor, uh, weet ik veel, 20% inflatie. Mm -hmm. En jij hebt 20% rendement op je, uh, uh, op, je, uh, op je beleggingen, nou dan heb je is het resultaat eigenlijk nul. Dan zou je geen belasting over moeten betalen. Je hebt best wel kans dat er een soort inflatiecijfer wordt meegenomen in hoe dat berekend wordt. Het enige kut is die inflatiecijfer, die CPI-cijfers, dat is gewoon, dat is marketing. Het is bullshit. Weet je, het is, het is gewoon absoluut niet waar. Mm -hmm. Ik bedoel, het ligt gemiddeld 10% uh, uh, onder. Uh, bijvoorbeeld de, de, de cijfers van shadow stats. Weet je, die mm. gewoon echt bijhoudt wat iets duurder is geworden. Um, de, ja, dus ik heb zoiets van dat. Uh, het is allemaal leuk en aardig. Maar de, 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 uh, ja, hoe dan ook ga je ontzettend genaaid worden met die nieuwe box die regels. Yeah. Uh, als je tenminste wat aandelen hebt of beleggingen, of weet ik veel, dat soort dingen. Dus ik heb zoiets van: ja, weet je, als je en, en dat is ook een vorm van geweld. Hmm. Dus als je dat geweld buiten de deur wilt, als je die afpersing buiten de deur wilt houden, hmm. ja, dan zul je moeten stemmen op een partij die dat uh, uh, um, jou beschermt daarin, of je moet gewoon weg uit Nederland. Dat ja. zijn de twee smaken. Je kan niet doen alsof het er niet is. Nee, maar dat is ook nooit mijn, mijn, mijn argument geweest: dat je niet hmm. moet doen alsof het niet is. Maar ik denk inderdaad dat je beter kan weggaan en het kan gaan of een andere manier kan vinden om je vermogen te beschermen tegen deze ja. grijpgrage handen van de, van de overheid. Ja, nou ja, goed dat inderdaad ja. Ja. ik vond uh, een heel tof artikel wat je had geplaatst. Dat is um, deze. Why are ja. we so gloomy? En um, ja, uh, ik dacht, ik dacht, we zijn ook altijd heel cynisch op <laughs> alle dingen die hier gebeuren in uh, in Clown World. Ja. Yeah. Um, en toen kwam ik in één keer van de week met het idee van. Ja, ik, ik ben heel erg fan van die website, staat hier niet volgens mij op de screenshot niet erbij. Humanprogress.org. Ja, Humanprogress.org. Het is dus een denktank um, uh, uit het netwerk, waar ik, uh, waar ik het al vaker over heb. het mm -hmm. Atlas netwerk. Die, die heeft gezegd. Datgene wat de vrije markt voorbrengt, um, dat is vooruitgang, menselijk vooruitgang. En alleen de vrije markt en vrijheid is, is, wat, dat, is wat dat vooruitbrengt. Dus ja. staatsplanning en communisme, die, die zijn anti-vooruitgang. Ja. Dus in plaats van dat zij kapitalisme aan het, uh, aan het promoten zijn, zijn ze gewoon aan het laten zien van, maar kijken hoe de, hoe de menselijk, menselijke vooruitgang zich ontwikkelt. Ja. Um, nou ja, door, dus na, en, door de afwezigheid van de overheid en het artikel dat ging in op, op heel veel punten waarin het eigenlijk veel beter gaat met de wereld dan uh, wat is dat, 70 jaar geleden. Ja, want wat ze stellen de vraag: Why are we so gloomy en het gaat met name om jongeren. Uh, ja. uh, 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 55% van jongeren uh, gelooft dat ze minder kansen hebben dan hun ouders, bijvoorbeeld. Ja. Um, en 39% zegt dat ze om die reden bijvoorbeeld uh, een beetje terughoudend zijn om het krijgen van kinderen bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan komen ze met allerlei dingen over klimaat en uh, inkomen. En weet ik wat. Ze hebben allerlei uh, redenen voor. En dan gaat ze. Gaat dat, dit artikel doet dan onderzoek naar die redenen die genoemd worden. En zegt eigenlijk van ja, in alle gevallen staan we er beter voor dan bijvoorbeeld in 1950. Dus ja. waarom zijn we zo kloming? Terwijl in 1950 wel heel positief waren. Ja. En ik, ik had één. Er is een gigantische olifant in de kamer in dit artikel. En dat vond ik heel, daarom vond ik het ook zo interessant. Eigenlijk weerleggen ze alle argumenten die jongeren hebben... waarom ze gloomy zijn. Ja. Dus ze zeggen van ja, al de redenen die ze aanvoeren... zijn niet de redenen waarom ze gloomy zijn. Ja. En daar ben ik het mee eens. Want dat hebben we hier in die podcast al heel vaak benoemd. Ja. En uh, er is één paragraaf. En daar zeggen ze tussen 1950 en 2020... is het gemiddelde uh, inflation adjusted inkomen... Per persoon gestegen van 4158 41, dollar naar 16.904 dollar, uh, oftewel een stijging van 307 procent. Ja, nou, en dan wil ik je okay. even dit laten zien. <laughs> Hou <laughs> die even, even vast, hè? Die 307 procent, dus de inflatie uh, is in meegenomen. Dan gaan we even kijken naar de werkelijke waarde van 5158 51, uh, uh, dollar ja. in 1950... is vandaag de dag waard... 44, of is in 2020 waard... 44.653 ja. dollar en 7 cent. En wat verdienen ze nou werkelijk? 16.000 dollar. Dus met andere woorden... Ja, ze zijn er meer dan de helft op achteruit gegaan. Bij een, ben een, ben een derde. Ja. Dus why are we so gloomy? Dat is dit. Dit is waarom we zo gloomy zijn. Het is gewoon inflatie. Ja. En der, der, ik vind dat, weet je, jij zegt dat ook al. van Dat is, dat is iets wat, um, wat we denk ik vanaf aflevering 1 in deze podcast hebben besproken. Ja. Van inflatie is het allerbelangrijkste sociaal-economische uh, uh, element. Um, wat eigenlijk bepaalt hoe, een, hoe, de, hoe, de, uh, hoe het humeur is van de samenleving. Mm -hmm. En dit is een schitterend voorbeeld. Weet je, jongeren verdienen meer geld, maar hebben minder koopkracht. En het verschil tussen een bedrag op je bankrekening hebben en er daadwerkelijk dingen voor willen kopen, dat is voor heel veel mensen heel moeilijk. Weet je, ik bedoel, het is makkelijk om te weten, hey, ik ben in Nederlands staat 1-0 voor of we staan 2-0 achter, whatever. Dat is allemaal makkelijk. Wat moeilijk is, is om als je uh, tien jaar geleden duizend euro op je rekening had en je hebt nu duizend euro op je rekening, dat je in feite nog maar. 600 euro op je rekening hebt. Zoiets. Ik zeg maar wat. Ik weet mm. niet eens wat het, wat, wat het is, maar het is, misschien is het wel minder dan dat. Mm -hmm. Want dat is de koopkracht. Dus het verschil tussen daadwerkelijk geld op je rekening en koopkracht is voor heel veel mensen zo moeilijk. Terwijl Geld op je rekening is niet een doel op zich. Niemand wil geld hebben. Het gaat om de dingen die je daarvoor kan kopen. Je wil de vrijheid hebben om allerlei diensten te kopen. Die vrijheid, die brokkelt af. Want als je geen koopkracht meer hebt, dan kun je een miljard op je rekening hebben. Maar als je er niks voor kan kopen, dan is het niks waard. En dat is, dat is wat we nu aan het ervaren zijn. Weet je? Dat is waarom huizen onbetaalbaar zijn geworden. Huizen zijn niet onbetaalbaar geworden. Ze zijn net zo duur als dat ze altijd waren. Ja. Weet je, jou, we zouden eigenlijk elke week die statistiek die jij liet zien... over de huizenprijzen in goud ja, moeten ja. laten zien. Dat we de, sinds 1880, weet ik van wanneer dat meet is begonnen... huizenprijzen ja, ja. min of meer evenveel zijn. Die, de, de euro is gewoon verwaterd. De dollar is verwaterd. Ja. Overal ter wereld verwaterd het geld. Mm. En daardoor... Kunnen mensen niks meer kopen? Je kunt geen huis meer kopen met een salaris van, uh, uh, weet ik veel, uh, 16.904 uh, dollar per jaar. Weet je, dat is leuk als je dat verdient. Maar je, je koopt geen moer. nog niet eens een garage in Amsterdam. En ja. dat is uh, zo erg. Is het dus huizen zijn niet duur geworden? De euro is waardeloos aan het worden en dat um, dat moeten mensen begrijpen. Dat, dat is het. Enige waar dit over gaat. En daarom vind ik ook zo dat van links naar rechts mooi, weet je, je kunt van links naar rechts gaan, maar er is geen politicus die zegt: dit gaan we stoppen. Ja. En dat is het. Um uh, dat is het vervelende, weet je? Mensen ja. gaan nu allemaal wilde stemmen. Ja, ah, dat gaat de immigratie gaat stoppen. <laughs> Ik bedoel, het hele Zellig, doel ja. van de immigratie is gewoon doodleuk om, om, een, om een van de problemen die inflatie opleveren, om dat te lijf te gaan. Namelijk dat we goedkope arbeidskracht nodig hebben. Dat we economische activiteit nodig hebben. Daarom moeten er 25 miljoen mensen in Nederland wonen in 2030 of zoiets, mm. weet je? Mm. Gewoon omdat het anders er geen economische productiviteit meer is. Mm. En dat, um, ja, dat is heel zuur, weet je? Dus zodra politie. Met de fik aan het geld gaan zitten, gaat het helemaal mis. En dat is nu al sinds, uh, ja, vanaf, vanaf net na de Tweede Wereldoorlog. Is dat dan gang. Zo interessant dat zij dat um, zeggen. Ze spreken wel over een inflation-adjusted income. Dat zou dan een, een of andere officieel ja, raar, cijfer hè? zijn. Maar ik, ik weet niet of ik het hier in uitzending was, heb gezegd, maar ik vind dat sowieso het thema inflatie in het hele kapitalistische vrije markt denktanknetwerk echt totaal ondergesneeuwd. Ja. Die, op die conferentie heb ik het ook niet voorbij gehoord. Kan kwam misschien één. Volgens mij ging er geen één lezing van de, weet ik weet niet lezingen die, die twee dagen twee volle dagen lang, die ging daarover. Ja. Dus ik denk, van, je, moet, je moet minimaal één podium hebben waar je alleen maar over inflatie maar hebt. Maar je kunt, je kunt letterlijk elke uh, symposium en, 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 en beurs die er is over wat voor onderwerp dan ook daarvan zou je alle onderwerpen van de agenda kunnen halen en het ja. alleen nog maar over inflatie ja. hebben. Want dat is namelijk het enige wat ons gedrag drijft. Mm -hmm. Dat is de belangrijkste prikkel. Dat is de incentive die ons drijft. En het stom is omdat mensen het niet begrijpen, maar het wel voelen en het wel ervaren, worden ze heel erg onrustig. En dat, dat is wat je hier ziet, dat is wat er nu gebeurt. Hmm. Um, ja, je, je kunt het gewoon zien. Ik raad iedereen aan, trouwens om naar die website te gaan. Dat um, okay. de, de ja de inflatiecalculator, de CPI-inflatiecalculator, zijn officiële cijfers. Hè? zijn helemaal geen. Dat is niet. Uh, ik wil een CPI is gewoon marketing. Maar, dus dit zijn al de gemanipuleerde cijfers. Zo erg is het dat het zelfs in de gemanipuleerde cijfers zie je al dat het gewoon bijna onhaalbaar is houdbaar is wat er gebeurt. Hier, je ziet daar rechtsonder zie zo'n um, uh, uh, grafiekje van de koopkracht van de dollar ook, weet je. Dat, ja. dat is gewoon een glijbaan naar beneden, ja. weet je. Het is, is hopeloos. En um, ja, weet je, je leert allerlei onzin op school, terwijl dit is het enige wat ze je echt moeten leren. Ja. Dat je gewoon begrijpt waarom de overheid met een fikken van je geld af moet blijven. Ja. Want dat is wat ze hier doen. Want dat is artikel dat heel erg positief over uh, nou, bijvoorbeeld het aantal de, 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 de moordcijfer van 6,85 naar 5,77. Het aantal oorlogen, oh, deze moet ik wel zeggen, zeggen ze ook, die, mij, die kan je ook weer bijstaan. Het ging van 600.000 in 1950. Dus een aantal mensen gesneuveld. Gesneuveld, hoeveel mensen er sneuvelden per jaar. 600.000, uh, uh, dat is in een, oor, in een, in, in een oorlog, Nee, dat is natuurlijk altijd oorlog. Ja, precies. Ja, daarom. Ja. Maar, ja, eerder nog uh, meer dan, uh, dan nu. Dus er zijn was, er nu veel meer. Toen was het 600.000 en in 2020 was het 50.000. Maar goed, nu zit het natuurlijk in Oekraïne al, al twee jaar... waar uh, ik denk van hoeveel honderdduizenden mensen... Misschien honderd miljoen mensen, je weet het niet. Ja. En dan ook het mooiste vind ik altijd uh, de extreme, extreme armoede. Dus dat is de mensen die minder dan 1,90 dollar per dag te besteden hebben. In 1990 was het nog 36 procent van de wereld... Hmm. Uh, en in 2019 werd dat, is dat gedaald naar 8,7 uh, procent. Ja, kun je nagaan. Als je, bij, als je inderdaad minder dan 2 dollar per dag hebt. Maar goed, dan kun je ook de inflatie op loslaten. Weet je, wat is de koopkracht van die 2 dollar dan in dat land waar je woont? Want dat, dat, dat gaat niet Amerika zijn. Nee. Dit, is in, dit is in Afrika ergens. Weet je? Ja. En ik wil Afrika heeft... Echt grote economische problemen. Je ziet, je ziet overal dat van die berichten over wat daar gebeurt. Weet je belastingen worden verhoogd. Uh, uh, Central Bank Digital Currency wordt uitgerold. Uh, uh, Capital Controls heb je. Uh, volgens mij had jij een bericht hierover ook? Over? Um, deze. Ja. Dertien mensen uh, zijn doodgeschoten door de politie in Kenia nadat ze zijn gaan demonstreren um, tegen uh, aangekondigde belastingplannen. Waarbij er um, voornamelijk op, bro op brood wordt 23% meer belasting gegeven. Ik bedoel, als je mensen, e als je echt een revolutie wil hebben, dan moet je dat doen. Ja. Dus ik verbaas me dat ze dat doen. Maar ja, goed, weet je, ik, ik denk dat Afrikaanse politici net zo dom zijn als Nederlandse politici. Ja. Dus die doen dat gewoon. Die denken dat het een goed idee is. Ja, iedereen koopt brood, dus dan uh, laten we dan maar. De, ja. uh, daar kunnen we wel belasting op gooien. Dat, dat is lekker verdienen. Maar goed, dan krijg je wel dit soort ellende. Ze hebben een stuk van het parlementsgebouw in de fik gezet. Wat altijd een goed idee is, denk ik. Ja, het is wel mooi dat ja, dit, uh, wel. Ja. Kunnen we het hier ook een keertje doen. Ja. Uh, nee, mag niet. dat uh, nee, mag helemaal niet, man. Nee, dat doen we niet hier. Goed, dus dat, uh, dat in Kenia inderdaad. Maar goed, dit is niet alleen in Kenia, dit is overal. Uh, ik, ik volg, ik weet niet of je dat voelt, de Human Rights Foundation heeft een nieuwsbrief. Ja. Een economische nieuwsbrief die voor God gaat over Afrika gaat. En daarin zie je al dat soort uh, nieuws steeds voorbij komen. Het is echt heel interessant. Omdat ik het idee heb dat... Over dat, wat? Over protesten in uh, Afrika? Protesten, regelgeving, uh, wetten die worden doorgevoerd. Central Bank Digital Currency plannen. Uh, het zijn vaak autoritaire regimes. Die gewoon een grip op de bevolking willen vergroten. En daardoor een prachtige testomgeving vormen voor al dit soort... Totalitaire uh, uh, ja, technieken die ze uit willen rollen, die wij hier ook wel gaan krijgen. Mm. Maar dat wordt daar allemaal getest. En het faalt daar ook allemaal. <laughs> dat is ook interessant. Dus uh, wat er in Nigeria gebeurt, uh, is interessant. Weet je? Ik bedoel, daar is letterlijk het geld hebben ze afgeschaft, hebben ze nieuw geld geïntroduceerd. Mensen willen het niet, uh, die pikken het niet. Uh, oud geld wordt nog steeds gebruikt, maar is slecht verkrijgbaar. Uh, nieuw geld is niet goed verkrijgbaar, uh, wordt ook niet vaak geaccepteerd. Uh, uh, chaos en dus tekort aan dollar, Tekort aan euro's, dat wordt vaak nog wel geaccepteerd, overal. Uh, Bitcoin ook trouwens. En dan, mm. um, uh, maar goed, ja, wat overblijft is gewoon een het schaals. Mm. En dat, uh, dat heeft de overheid daar gecreëerd. Het is interessant en dat ga je hier ook krijgen zometeen. Dat, um, ja. dat ga je ook krijgen, met? Nou ja, op het moment dat, 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 dat de euro zoals we die kennen, afgeschaft wordt, nee. we krijgen krijg je meteen een soort digitale variant daarvan. Een soort central bank digital currency euro. Die je dan in eerste instantie naast je reguliere uh, bankrekening mag gebruiken. En dat wordt dan automatisch langzaam wordt dat, wordt dat overgeheveld, dat je alleen nog maar central bank digital currency hebt. En dan, uh, ja, dan, 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 dan heeft een totalitaire overheid heeft behoorlijk wat macht over, over de bevolking. En Heeft Marx zijn zin gekregen? Ja, Marx zijn zin. En, uh, en Sophie Hermans. En, uh, <laughs> en Frans Timmermans. En alle mensen, die alle politici. die allemaal zo allemaal ook. Maar ook Geert Wilders. Weet je, die, 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 die vindt dat ook. Weet je? Die vindt ook gewoon dat uh, de EU goed is. En dat, uh, dat die geldcreatie moet doorgaan. Dat is toch wel weer een argument tegen het stemmen dan? Nee, het is een argument voor betere politici. En dat. Uh... Ja, Jezus, ik kan ik nogal 80. Nee, ja, uh. maar, maar goed. La, weet je, als, 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 als milieu bewijst... Je moet niet te veel het... vragen van de wereld. Nee, maar. maar politici. Het is niet alsof dat het enige. Um, uh, uh, hoe noem je het? Het, het? het enige utopische argument is. Weet je, ik bedoel. Als je goede politici hebben, je de problemen niet hebben die je hebt. Weet je? Ja. En nou, hetzelfde geldt voor libertarisme. Weet je, het is natuurlijk ook een utopie. Weet je, als we met z'n allen totale vrije markt zouden hebben... dan zouden we het probleem niet hebben. Ja, dat is waar. Maar dan moet eerst iedereen die grip op die markt heeft... die moet met z'n fikken dat loslaten en wegwezen. En ja, dat is ook niet, niet... Dat is ook utopisch. Ik ben helemaal voor dat dat gebeurt. Ja, het is, het is um, misschien niet utopisch, maar niet onhaalbaar. En dat heb ik toch bij <laughs> goede <die, goeie> politici. <laughs> ja. Nee, maar dat, je ziet het toch. In, 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 in Argentinië lijkt het erop dat daar een goede politicus zit... Voor het, eerst. Ja, ik ben, voor het eerst. Ik in blijf 80, sceptisch. Ja. Ik blijf ik ben, sceptisch. Ik ben sceptisch is alleen maar gezond. Dat is alleen maar goed. Ik blijf ook sceptisch. En uh, hetzelfde heb ik met El Salvador. Ja, het lijkt erop alsof ze daar een... benevolent dictator hebben. Dus dat... We uh, hebben ja, hem niet zo te spreken nog steeds. Maar dat is een ander verhaal. Dat die 65.000 mensen gewoon even ja. opslaat. Ja. Nee, nee, ik ook gaan kunnen? Je moet ook een beetje ruim dat denken. Is, dat zijn, ja. dat zijn, alles heeft een prijs. Ja. ja. We doen het voor elkaar. Goed, mag ik nog wat van, het, uh, van, die, van dat water ja, wat, wat je vragen. daar. Uh, zeker. Kijk. Oh, oh, oh. Oeps. Oeps. Thanks. Nee, het is hier ongeveer 30 graden. Ik denk eigenlijk wel meer. Ik denk dat het wel 40 graden in de studio is. Thanks, man. Top. Goed. Um, ik had nog een bericht gevonden over de ECB... over de. Uh, wat is dat het CBDC. Ja, het wordt gratis. Ja. <laughs> De ECB zegt de digitale euro wordt gratis. Ja, yeah, yeah, yeah. gratis. Okay, goed. Gratis geld, wie ik... houdt er niet van? Oh. Hij wordt gratis. Volgens mij, ik heb, je hebt zo'n quote van, um, uh, die heb ik nu een paar keer gebruikt ook, van um, uh, God, hoe heet die film? Met uh, André the Giant zit daar nog in. André the Giant. Ja, ken je niet die worstelaar van vroeger? Nee. Nou ja, het is echt, het is voor je tijd. Maar uh, en dit is zo'n quote en die, dan zegt een van die gasten van volgens mij betekent dat woord niet wat je denkt dat het betekent. En ik heb dat bij de ECB. Ik, <laughs> ik, ik heb het idee dat het woord gratis niet helemaal betekent wat de ECB denkt dat gratis betekent. Wat denk je dat het, dat het voor hun betekent? Hun betekent dat je uh, niet extra hoeft te betalen om het te gebruiken, maar we betalen echt krankzinnig veel geld <laughs> ja. voor, uh, voor de ECB en voor het politieke apparaat die deze onzin heeft bedacht en ook de, uh, uh, weet je, de, de IBM die dit gebouwd heeft, en de Universiteit van Eindhoven die hier meewerkt en het allemaal uitgewerkt <laughs> heeft, weet je dus. Um, nee, het is zeker niet gratis. Ik snap echt niet wat hier gebeurt. Want het, het, ze zeggen in het artikel uh, dat de ECB, uh, de Central Bank Digital Currency, ook wel CBDC genoemd. Ik blijf het wel mooi vinden dat het nu gewoon... Ja, het was uit een conspiracy. Ja, het was wel een conspiracy. Maar waar komt dit artikeltje van? Dan? BNR. Ah, Oké, okay, BNR uh, Dat ze niet te maken zullen krijgen met betaalkosten. Dat is normaal om het gratis inderdaad te uh, noemen. Mm -hmm. Dus normaal gesproken bij een betaalrekening heb je... Um, ik vul drie 3 euro per maand, 4, 5, 6. Ik wil voor je betaald per betaalrekening. Ja, echt uh... fucking veel. Volgens mij 50 euro per maand. Voor nee, een zakelijke betalingen. Ja, of, serieus. Want je moet namelijk al de uh, Hoe heet het? betalen tegenwoordig. Bij de Rabobank wel, dan betaal je al de toezicht op die. Uh... 50 euro? Je moet echt naar een andere bank gaan dan. Ja, ja dat moeten we ook. Ja, dus bij Revolut ja. daar is het niet zo duur. Ja, maar ja, ja. Nee, klopt. Ja. Um, anyway, dus dan heb je die, die, die kosten ben je dan kwijt. Mm -hmm. Maar krijgen we wel een limiet opgelegd voor hoeveel gaan euro's ze mogen bezitten? <laughs> en dat is dan een. Uh, maar wat ik niet snap is dat dit hoezo maar, maar is het ook... trein nog steeds aan het rijden? Ja, het is bizar, maar wel limiet op hoeveelheid. Ja. Een Soort van denk je van, oh ja? Krijgen we eindelijk een limiet op de hoeveelheid gecreëerde euro's van de ECB? Nee. nee die hoeveel jij mag, euro's jij mag, jij hebben. Jij mag yeah. hebben, weet je, en niet hoeveel <laughs> zij er mogen bij creëren. Dus dat, um, ja, nee, dit is dit is natuurlijk volslagen belachelijk. Waar, waarom? Is het zo moeilijk voor mensen om te begrijpen wat er gaat gebeuren? Weet je, als jij zo meteen afhankelijk bent op wat voor manier van overheid, ofwel je werkt ervoor, of je bent afhankelijk van toeslagen, of je bent afhankelijk van uitkeringen, dat soort dingen, dan heb je gewoon, dan ga je zo meteen ga je dat geld krijgen in die Central Bank Digital Currency, en dan heb je gewoon een ontzettend groot probleem. Want als er een limiet is op de hoeveelheid ja. die je mag hebben, wat denk je dat er gaat gebeuren? Dat op een gegeven moment ga je een transactie krijgen en die, die mag niet naar je rekening, gaat dat gebeuren? Of Ga je zo meteen. Uh, word je gedwongen om het uit te geven, omdat je anders niks kunt ontvangen? Dat soort shit ga je ja. krijgen. Wat denk je dat anders gaat gebeuren als er een limiet is op hoeveel je kan hebben? Nee, is Die shit is programmeerbaar. En waarom is er een limiet? wat de fuck? Voor, voor technische reden is er om een limiet te hebben. De reden waarom ze dat willen doen, is omdat ze in eerste instantie nog een gebaar willen maken van de bank. van Nee, het wordt helemaal niet het einde van de bankensector. Nee, we gaan gewoon een klein beetje zet op Bank Digital Currency doen. En de rest, dat gaat gewoon op die bankrekening. Ja, voor nu, weet je. En dan drie jaar later is dat gewoon afgeschaft en dan wordt de limiet opgehoogd. We krijgen inflatie. Dus die, weet ik veel, die 2000 euro die je op je rekening hebt, daar kan je dan op een gegeven moment maar twee keer boodschappen van doen en dan was het klaar. En, um, uh, dus dat dat, ja dat wordt gewoon een soort gevangenis waar je in, in wordt geleid. Ik snap het ook niet, ik vind het een goede vraag van waarom inderdaad die limiet, wat is de, hoe zeg je dat? Da, dat is de reden de, dat de banken nog. Nee, ik snap de, ik snap de acht reden. maar waarom, ja. wat is, wat, ze, ze communiceren niet over waarom ze, waarom ze dat willen. Nee, dat staat hier, dat begrijpen mensen toch niet? Staat hier op moet die, je mensen niet mee vermoeien, zeggen ze. Nee, oh ja, op die manier kan de limiet, want ze zijn nog aan het twijfelen, wordt het 3000, wordt het 1500. Ik denk van ja, dan moet je net je slaars op ontvangen en dan de volgende maand moet je ze dus hebben uitgegeven, anders kan je ja, volgens naar dan zie Ja. Het krijgen, maar op die manier, dat ze het nog niet weten, het nog niet hebben vastgezet, zeggen ze op die manier kunnen ze de limiet worden aangepast aan de economische situatie op het moment. Maar wat dat dan doet. Ja. Ja. Welke economische situatie. Wat lost je nee, mee op? Wat nee, is... ja, maar de, ook dat weten we al. Op het moment dat je bijvoorbeeld uh, deflatie krijgt. kunnen ze dwingen. kunnen ze iedereen dwingen om hun spaargeld uit te geven. Toch gewoon te zeggen. als je niet hebt uitgegeven. op de. weet ik veel. op de eerste van de volgende maand. dan geven wij het voor je uit. Ja. <laughs> dan ben je het gewoon kwijt. Dan word je donateur van. Uh, uh, Greenpeace. Ja, zoiets. Uh. Inderdaad, ja, dan, dan heb je. dan wordt het gestort in de partijkas van Frans Timmermans. Dat uh, helemaal automatisch. Nee, dus dat. Um, dat is, dat is wat ze bedoelen met de aanpassing aan de economische realiteit. Ze willen gewoon de omloopsnelheid van geld willen ze kunnen bepalen. Dat, dat is de, ja. de obsessie die, die die central planners hebben. Dat je, dat je een soort van iets, iets onmogelijk, uh, um, uh, hoe noem je dat, als een, als een economie. Dat je dat centraal kunt aansturen, dat is een natte droom voor iedereen die bij de overheid werkt. Hmm. En zeker uh, bij economische zaken, of weet ik veel wat. Of bij een bank, of, of bij, de, bij de centrale banken. Iedereen die daar werkt, die, 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 ja, die, die worden zo hard van dit idee. Die vinden dat zo, zo ontzettend <laughs> ja. interessant. Dus die gaan dan. Uh, want die kunnen ze de omloopsnelheid van geld. Kunnen ze dan, uh, en dan, dan heb je dat rekensommetje van, van um, hoe, hoe uh, nou goed, ik, ik ga me niet voor lul zetten door dus proberen dat nu op te sommen. Ik, had, ik heb dat al een keer eerder besproken. Toen heb ik het een beetje geresearched. Maar er is zo'n zo zo rekensommetje over de omlapsnelheid van geld... en wat het invloed daarvan is op ja. de geldvoorraad en de economie en dat soort dingen. Hmm. En um, ja, nu kun je, je kunt mensen niet dwingen... Uh, om geld uit te geven. Je kunt alleen maar een incentive bieden op dit ogenblik. Je kunt namelijk zeggen, van nou de, uh, er is inflatie... dus de rentes zijn lager, er komt meer geld in omloop. Dat betekent dat je beter je geld nu kunt uitgeven dan morgen... want het heeft vandaag meer koopkracht. Nou, dat, dat is een incentive waardoor mensen geld gaan uitgeven. Daarom zie je ook in tijden van lage rentes... en dat er veel geld in omloop is... zie je ook dat er veel uitgegeven wordt. Dus waarschijnlijk op dit ogenblik... Um, ondanks dat de rente relatief hoog is maar er wel veel geld in omlopen, zie je toch dat mensen vanwege het oplopen van die inflatie en zichzelf dus rijk rekenen met wat ze hebben, gewoon omdat ze euro's... Stel dus je voor dat je een huis hebt wat opeens 2 miljoen waard is. Of een WOZ-waarde van 2 miljoen, ik zeg maar wat ook. En dan heb je zoiets van, wow, ik ben een miljonair, weet je. En dan begin je ook flink uit te geven. In plaats van, stel dat het de helft minder waard was. Dan heb je zoiets van, oh, het gaat niet goed, weet je. Ik ga maar een beetje sparen. Ik ga maar een beetje rustig aan doen. Geef je minder uit. Dus dat, um, uh, dat effect, dat, uh, dat is denk ik heel sterk. En zij kunnen nu zo meteen als, als iedereen alleen nog maar Central Bank Digital Currency gebruikt, kunnen ze dat, uh, dat effect van die omloopsnelheid van geld, kunnen ze, hmm. uh, uh, kunnen ze gewoon ja, met een druk op de knop bepalen. Want zij kunnen gewoon zeggen, je geeft je geld nu uit, anders ben je het kwijt. Ja, interessant om te, om te lezen, ook van de week over huizen gesproken, dat, die, dat men nu weer huizen aan het kopen is. Men? Men, Nederland. In Nederland oh, ja? de de aantal, ik uh, 10% meer huizen verkocht de afgelopen periode dan, uh, dan een jaar geleden. Terwijl die rente natuurlijk gewoon nog, nog gelijk hoog. blijft. Maar dat is volgens mij ook juist het idee, er is, is niet meer een stijging van de rente en er is niet meer een daling van de rente, maar het blijft gelijk. En het blijft nu ook al... Ja. Lange tijd gelijk, wat mensen denken, nou oké, okay, nou dan, dan maar voor deze rente een huis, uh, een huis kopen. Ja, maar ja, goed, dan, dan. Ja, ik denk toch dat mensen behoefte hebben om ergens te wonen. En, en, ja. en vaak is het wel zo uh, dat je als je een huis koopt, misschien dat je ook een huis verkoopt, dus je krijgt ook een hogere prijs voor je huis. Ja. Wat ik wel weet is dat starters uh, gewoon van de markt weg zijn. Die hebben gewoon geen schijnvakantie. Mm -hmm. En dat, um, ja, die zijn gewoon, uh, of met hulp van papa en mama, dat kan natuurlijk wel. Um, maar over het algemeen zijn die gewoon ja, totaal andere dingen aan het doen. Mm. Die gaan naar het buitenland, weet ik veel. Die hebben hier niks meer te zoeken. Nee. Ja. Wat gaan we doen? Wat hebben we? nog? Ja, Julian Assange. Wanneer ja. deze? Eentje beneden. Hij is vrij. Ja. Julian, hij is vrij. Uh, goed nieuws. Um, het is eigenlijk gebeurd. Denk je dat Biden uh, hem heeft vrijgelaten om te voorkomen dat Trump hem had vrijgelaten als hij gekozen was? Mm. Nee, ik weet niet of dat, of in ieder geval, hij sowieso zelf niet, want hij is niet in staat tot enigszins coherent te nee, denken okay, handelen. Nee, oké, dat snap ik, ja. Maar zijn, uh, zijn, zijn deep state handlers, handlers <laughs> uh, <laughs> denk ik, nee, ik weet niet of zij daar zij, zij zo gebaat bij zijn. Want ik bedoel, hij heeft alsnog, hij is vrijgelaten, maar hij moest, uh, hij moest schuld uh, bekennen. ja. En het, Daar heeft het, hij ook een straf voor gehad? Ja, te, 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 precies zo lang als dat hij gezeten heeft. Nog maanden? Ja, dat en, is belachelijk. Want dat, dat, dat betekent dat hij dus geen schadevergoeding kan, herhalen, her, kan verhalen op ja. de Verenigde Koninkrijken. Ja. Voor tijd dat hij onterecht vast heeft gezeten. Want het is gewoon terecht. Ik begrijp ook niet. Hij is veroordeeld door een Amerikaanse rechtbank. Ja. Hij heeft zijn straf uitgezeten in, ja. uh, in het Verenigde Koninkrijk. Ja. Wat, heeft, wat heeft de UK daarmee te maken? Ja, geweest. Raar, man. Ja, ik snap ook niet hoe dat. Uh, hoe, 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 hoe dat uh, hoe dat werkt met het hele verhaal is natuurlijk uh, ja, voor mij iedereen kent zijn verhaal wel dat hij um, ik zag nog een, een, een wie zei dat? dat was Robert Breedlove iemand die noemde hem geen journalist Waar heb je het over hij, hij heeft um, hij is geen journalist hij heeft uh, informatie bekendgemaakt over de, hoe het handen van de overheid uh, en dat boven tafel gebracht en iedereen, iedereen daarover ingedicht dat is niet wat journalisten doen en je, dat is toch juist wel wat journalisten horen te doen, maar niet uh. wat iedereen tegenwoordig <laughs> journalist is doet. Het zijn propaganda, oh, uh, op die manier. Ja, uh, ja, natuurlijk, ja. Um, maar natuurlijk gewoon de, de beelden openbaar gemaakt van, van uh, Manning, weet je ook weer ja van uh, hmm. ja, het, uh, Chelsea heet Chelsea die. Manning Chelsea. ja nu weer niet nu weer Charles Manning Ik oh, ja. Niet. Maar, maar ja nee dat was die 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 Apache aanval op die burgen, bur, burgers, burgers in Afghanistan minister, volgens mij. ja, ja de, in de en er zaten ook journalisten. Het ook? ja het kan ook irak ja. zijn inderdaad ja, ja. Uh, en natuurlijk ook, dat werd hem ook uh, kwalijk genomen, hij heeft die 177 uh, interne uh, e-mails, cables, cables ja. over um, uh, hoe ambassades dus uh, corresponderen met Washington. En uh, daar stond heel veel hele gênante uh, informatie in. Ik weet niet eens meer wat het allemaal is, nee. maar het was, het was heel gênant. Uh, wat ze vonden van, van, van leiders en zeiden ze ook van ja, het is een beetje een mafkees, deze gast. En uh, ja, dat heeft hij dat heeft hij publiek gemaakt. Nou ja, ik, ik heb gewoon zoiets van: ik vind, uh, je kunt een bol zeggen van Wikileaks, maar het is de enige organisatie die nog nooit een artikel heeft hoeven rectificeren. Omdat het ja, gewoon, ja. en ik bedoel, ja, weet je, elke krant, elke nieuwsoutlet heeft dat wel moeten doen. Zij hebben nog nooit iets gepubliceerd. Wat niet gewoon waar blijkt te zijn. Ja. En dat um, ja, dat is uh, daarvoor ga je de, ge de gevangenis in, blijkbaar. Maar zo bijzonder. Heeft natuurlijk gewoon 14 jaar die foto die je net zag die was van uh, dat hij in het vliegtuig zat van um, de UK richting um, hoe heet dat nou? Um, ik weet niet hoe het eiland heet, maar in ieder geval een yeah. eiland, een van de. Eilanden in de Stille Oceaan, wat dus Amerikaans grondgebied is. Daar is hij naar een uh, federale rechter gegaan. Daar heeft hij schuld bekend. Hij heeft schuld... Dit was zijn uh, bekentenis. Ja. Hij zei van, hij zei, nou, working as journalist. I encourage my source to provide information that was set to be classified in order to publish that information. Dus dat is ja. dat is min of meer zijn schuld. Dat zit in ja. uh, Of die hij, hij heeft aangemoedigd, of hij heeft het gewoon gekregen. Maar goed, dit is dan dit, zo, uh, hier kon hij volgens mij nog een uh, schoon geweten achter uh, meehouden dat hij dit dat hij dit uh, verklaart. want hij zegt eronder: ik, I believe the First Amendment protected that activity. I believe the First Amendment and the Espionage Act are in contradiction. En daarmee en misschien ja. is dat ook wel de essentie van wat er gebeurd is. En misschien is het Juridisch gezien ook wel strafbaar wat hij gedaan heeft. Want hij heeft iets gepubliceerd wat, wat geheime informatie is. Maar uh, dan nog, weet je. Ik bedoel dat Chelsea Manning... Uh, dat voor de bak je gaat, die werkte voor Defensie, dat snap ik. Weet je, dus als Snowden werkte voor uh, Defensie in Amerika, of voor, de, voor, de, voor de CIA in, in Amerika, voor de NSA, sorry. Um, uh, en dan kun je zeggen: dan heb je een soort overeenkomst die schaadt je, die, die schendt je, en daardoor uh, kun je aansprakelijk gehouden worden, Dat snap ik. Maar hij was dat niet, hij was gewoon een journalist. En. Um... Nee, goed, maar dat is. Nu, dat is onze redenering. Maar dat. Uh, bedoel, dat is mijn hele punt met de wet. Het is moreel niet een. Een, 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 een houdbaar stuk. Ik kan me best in denken dat er. Er zijn heel genoeg regels waar je aan moet houden. Ik denk van. Dat hoef je hem niet aan te houden. Ik kan me best indenken dat onder die. Wetgeving. Want dat is, daar is geen sprake van contractrecht. Maar gewoon van. Ja, publiceer hm. jij geheime informatie. Dan ben, je, dan ben je strafbaar. Dat heeft ja. hij gedaan wellicht. Maar zoals hij, denk ik, daar terecht in zijn. Um, Bekentenis opneemt van, maar mijn inziens is het gewoon, is, is het wel mijn recht om dit te kunnen doen? Heb ik inderdaad ja. niks geschonden? Heb ik geen contracten gebroken? Is het gewoon mijn vrijheid van meningsuiting? En, en, en boven dat, uh, op het moment dat je ja, als, uh, als een natuurlijk persoon de wet overtreedt en, en, en liegt, dan ga je de bak in. En, uh, ja. en nu is het andersom. Nu is nu ja, je dat... bekend dat de overheid uh, de wet overtreedt. Ja. En dan moet je de bak in? Wat is het nou weer? Nou ja, de, kijk, de, de hypocrisie straalt er vanaf. Um, maar weet je, als, als ik gewoon, als ik naar hem kijk, en ik volg dit al echt nog van voordat hij opgepakt was. Mm -hmm. Um, heb ik gewoon het idee van, kijk, menselijk gezien, ik begrijp dat hij, als hij zich nu volledig zal terugtrekken uit de publieke wereld, mm -hmm. gewoon in Australië gaat wonen met zijn vrouw en zijn zoon en uh, 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 van het leven gaat genieten, dat kan ik me voor. De man, de man is getraumatiseerd tot op het bot, yeah. weet je, 14 jaar lang in de bak gezeten, waaronder vijf jaar in een maximum security prison in Londen. Nou, dat, nee, dat, vijf jaar dat... in de bak, daarvoor is de voorstel, ambassade. Van ja, 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 maar goed, in feite ook gewoon een cel, ja. weet je, ik bedoel. Uh, um, Um, ja, ik denk, ik denk dat er weinig van je overblijft als je dat moet meemaken. Dus ik denk: het is fijn dat hij eindelijk vrij is. Hij is een van die figuren die gewoon vrij moet zijn. Mm -hmm. Omdat dat. Dit is gewoon. Uh, ja, de, 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 de uh, hoe noem je dat? De hypocrisie van het systeem is werkelijk oorverdovend. Mm -hmm. En het is niet om aan te zien. En de, daarom is het echt goed dat hij vrij is. Mm -hmm. En zo zijn er nog een paar, hoor. Ik bedoel, de, de zaak tegen Snowden is eentje. De, de, ik bedoel, de, dat moet weg. En um, we hebben het ook uh, iets minder bekend natuurlijk, maar. Um, Ross Albright. Uh, Ros Albright inderdaad, ja, die, uh, uh, die voor hem, voor, 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 ja, voor de meest belachelijke aantijgingen vastzit. Terwijl die gewoon, ja, die heeft een dark web gebouwd. Een van de eerste, dat was alles. Ja. En ook vanuit de, de gedachte dat een markt vrij moet zijn, dus hij heeft gewoon geprobeerd om een vrije markt te bouwen. En dat um, ja, daarvoor heeft hij volgens mij drie keer of tien keer levenslang gehad. Of weet ik veel wat is echt belachelijk. Kutland. Dus dat uh, maar goed, dat um, ja, Julian Assange is vrij. Um, ook, hoop... bij, ook bijzonder dat het gegaan, want hij, hij is dus uh, vrijgelaten uh, op een vliegveld in, uh, in Londen. En daar heeft hij. Stens, ja, het is hier aan boord gegaan van die privéjet jet ja. uh, dat, naar uh, uh, dat eiland. Uh, nou dat, uh, ja, en van hij dus weer doorgevlogen naar, um, naar Australië. Maar het was eigenlijk, ik had het idee dat. Ja, want Ze waren ook bij Wikileaks dat het aan het updaten van hij is nu hier en hier is, is de flight tracker, dit is het nummer van die van de vliegtuig. zo van hout in de gaten, was volgens mij nog alsnog angstig dat er iets zou gebeuren. Wat hij, ja. wat hij voordat hij die, die pleido had gemaakt, misschien opgepakt zou worden. En toen uiteindelijk hmm. was hij dus in dat uh, land waar ik nu niet <laughs> steeds op kan komen. Nee, ik had er nog nooit van gehoord. Nee, zo'n eilandengroep die behoort tot Amerika. Ja, um, even kijken of dat nog ergens uh, staat hier. Uh... Snel kan vinden. NOS, doe eens even je werk. Saipan. Saipan. Je, wie, wie kent het niet? Een het oude, vakantie ja. in Saipan. Ja. Ja. Nou, het is voornamelijk een militaire basis, volgens mij. Dat is een beetje het ja. ding van Saipan. Maar daarheen, schuldbekend, toen doorvlogen naar Australische geboorteland. Om daar uh, met de oude premier uh, en de nieuwe ambassadeur. toch, toch een beetje als een. Die, blijkbaar hebben zij ook achter schermen afgelopen tijd druk uitgeoefend op zijn, om zijn vrijlating voor elkaar. Ja. Uh, te krijgen. Ja, ik denk dat het toch echt uh, weet je, de administratie van Biden is die gewoon, uh, ja. ja, die gasten hebben gewoon gezegd van, want, want Trump heeft al gezegd dat hij hem vrij zal laten. Maar Hetzelfde niet. als R Ross Albright. Dus als zij het nu doen, nu is het een succesje voor Biden, terwijl het straks gewoon een succes voor Trump is. Maar ik heb het idee dat het helemaal niet als succes dat het hebben aangegrepen. Of hij is helemaal geen pers bijgekomen, niet worden helemaal geen aandacht aan besteed. Ja. Dat is mijn gevoel. Nou ja, dat is een ander ding zou kunnen zijn. Hij was natuurlijk uh, uh, die laatste rechtszaak kwam er aan, dus het zou best wel kunnen zijn dat, um, dat hij misschien wel vrijgesproken was. Hmm. En uh, nu heeft hij, uh, um, ja, heeft gewoon eigenlijk voor scheldkraus van als dit nog een dag langer duurt, word ik gek. Dus uh, ik, ik ik teken wel je deal. Ik kom wel naar die Amerikaanse basis in ruil voor die deal. En uh, dan ga ik als vrijman naar Australië, oh ja, weet je. Ja, ik snap, ik snap het wel. Ja. Ik heb voor de extra nog een uh, filmpje van hem. Waar met een hele rake uh, uitspraak over. Ik denk wel, we. Het was best wel. Natuurlijk, nou, minimaal uh, 14 jaar oud. Oké. Okay. Uh, met best wel rake analyse van wat voor tijd we zitten. En waarom de dingen gebeuren. Die er gebeuren in de wereld op geopolitiek niveau. Dus die kunnen we zo Vet. meteen in extra nog eventjes. Uh, okay. checken. Nou, tof. Gaan we, um, uh, gaan we doen. Ehm. Um... Even kijken wat er hier... Uh, deze. Ja. Beoogd minister van Weel wil optreden als politici de rechtsstaat zwart maken. Wat is de rechtsstaat zwart maken? Hoe doen politici dat? Nou, dat is een beetje wat Forum doet. wat wij hier doen, het aanklagen ja. van uh, de democratie. De maar rechtsstaat, waarom mag dat als politicus niet? Ja, hij, hij wil denk ik sowieso niet dat mensen dat doen, maar helemaal niet mensen die onderdeel zijn van dat, uh, dat geheel. Ja. Maar ik vond, een, ik vond het een interessante uitspraak, want het, is, het zijn nu politici en zometeen zijn het burgers. En het is, ja, ik weet niet, het is het, het, hetzelfde verhaal, um, die aanklachten die het richting het hoofd van uh, Gideon van Meijeren worden geslingerd over dat je bepaalde dingen niet mag zeggen, terwijl... Ja, dit instituut waar, waar hij zo um, vol van is, daar zijn heel veel mensen gewoon niet meer vol van. En dat, en dat, en dat idee wil hij uh, ja. tegengaan. Ik had ja. gedacht dat hij van Wils, dus een VVD'er, die minister wordt. Uh, maar die is nu, heeft nu al een van een baantje bij, uh, bij de NAVO. Oh ja, dat wel? Ja. Oké. Okay. Dus hij, gaat, hij woont ook in Brussel. Dus een van de vragen was bij die, zijn nu bezig met die verhoren of ja, die, ja, die hoorzittingen van de nieuwe is ministers. Gewoon pro Brussel. Ja. Ja. Het is gewoon ontzettend pro-Brussel. Ja. En waar is, die, waar is die gast van? Van de VVD? Van VVD. Ja, tuurlijk. VVD, VVD maar dus tot nu toe ook woont hij en werkt hij in Brussel en hij gaat dus nu ook met stel op sprong op zoek naar een huis in Rotterdam zei hij, omdat hij daar wil gaan wonen. Okay. Maar daar hebben we dus weer een een van de transnationalist binnengehaald. Uh, die minister van, uh, wat wordt hij eigenlijk? Ja, geen idee. Minister, minister uh, Justitie en Veiligheid, dat was het. Okay. Nou, het is toch niet die hele jonge guy? Nee, volgens mij, nou, hij is niet heel oud moet ik zeggen. Het was een heel echt een, best wel domme gast. Ja, dat is hem volgens mij wel. Nee, hij is wel David van Wel. Ja. Uh, hij komt wel uit defensie vandaan. Hij is een diplomaat. Nee, ik, ik heb gewoon een andere. Dit is een andere van Wel. Nee, waar, waar zit je nu? Uh, ja, ik zit even te kijken op Wikipedia, maar ik, ik vind een David van Wel, maar dat is hij niet, inderdaad. Ja. Nee, ik weet niet wie van Wel is. Nou, misschien wel. Ik heb ook een foto. Is het 76 eind 40? Ik heb geen foto. Is David van Wil is dat hem. Lijkt er wel op, ja. Oké, nou dan is dat hem. Hij is wel een hoge diplomaat. Hij was het. Dit is hem ja dat is hem wel dat is dezelfde David van Wel ja nee, hij was um... ja, ja is dezelfde hij is, uh, 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 was assistent van de uh, secretary general van de NAVO oh. Dus niet zomaar iemand van uh, uh, nee dat is wel uh... van Stoltenberg dus ja inderdaad dus dat hij ook weggaat uh, ook wel interessant dat hij gewoon bij de VVD zit waar Lutte gaat daar naartoe en hij ja. gaat waar het is gewoon echt een carousel. gewoon ja. Ongelooflijk. ja nou goed ja, hij behoorde tot de intieme groep adviseurs rondom minister-president Mark Rutte. Uh, ook nog. Ja, dat, ja, Jesus Christ. Goed, oké. Okay. Nou, topper weer hoor. Dat, ja. uh, <laughs> ja, natuurlijk wil hij optreden als politici de rechtsstraat uh, zwart maken. Want dat is gewoon. zijn uh, is, ja, is een werkgever inderdaad. Ja. Dat mag niet. Dat zijn geld. Ja, weet je nog, toen um, um, Saddam Hussein aan de macht kwam, dat hij gewoon. Uh, toen had hij een uh, soort uh, had hij de macht gegrepen en toen had hij de hele uh, parlement bij elkaar. En toen uh, heeft hij gewoon namen opgenoemd van iedereen die tegen hem was. <laughs> en die zijn toen meegenomen en ter plekke voor de deur doodgeschoten. Oh, ja, nee. ja, er zijn beelden van. Dus het is echt bizar. En dat, um, dat zou jij ook wel willen denken. Dat zou van wel ook wel willen denk ik. Ja. Ja, dat is, uh, als, je de, als je de rechtsstaat zwart maakt, dan krijg je dat. Um, wat, 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 wat was de. Wat was de... Het was je verhaal achter het van hoe snel moet zijn. Nou, nee, gewoon dat, dat ik dat, 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 dat. Bij zijn optreden zie ik dan dat. Dat is een ja. beetje een soort van. Dat is misschien wat hij afgeeft. Ja. Jerry <laughs> <laughs> Baudet. Ja, ja. Jerry Baudet. Ja, Zo wilde hij dat. Ik denk dat er behoorlijk veel van dat soort gasten met dat soort fantasieën in de Tweede Kamer in het nieuwe kabinet zitten. Ja. Ja, Zeker soort, weten. Uh, nou. Goed. Um, ja, dat hier, hier moeten we misschien mee afsluiten. Dit uh, is natuurlijk nieuws de afgelopen. Niemand, dagen, verwacht. niemand had het zien aankomen, inderdaad. Daar zit hij <laughs> met zijn grote <laughs> grijns. Yeah, Het Ketkoop. Uh, maar echt, het is het uh, de kabaal van Nederland. Yeah. <laughs> die, uh, die de macht grijpen bij de NAVO nu. En, um, ja, maar dat is toch precies het hele ding. Het is, uh, het is niet. Het is. Um, ja, ze hebben, ze hebben de macht al gegeven. En nu is het, het wordt het zo overduidelijk dat hij na dat, uh, weet ik veel hoe je dat clubje moet noemen in uh, de, de, de NAVO. Ja. En vervolgens die andere gast van de NAVO hier naartoe komt. Het, is, het zijn mensen die, dit is, dit is de, de baan en de mensen die zij dienen. Dit ja. is waar ze het geld vandaan halen en waar ook al die um, um, de Kaag die ze nu bij de VN, weet je al die, al ja. die internationale clubjes. Dat is wat ze altijd al gediend hebben. En dat is waarom je het beleid wat, wat je hebt gezien in de afgelopen tien, veertien, hoeveel jaar die gozer aan de macht is geweest. Nou, ja, die organisaties zijn gewoon veel te machtig geworden. En dat, uh, dat is vervelend. En dat, dat heeft gewoon nu zijn uitwerking op, op onze nationale politiek. Die is niet meer nationaal. Het is gewoon nu Brussel. En um, ja, ik denk niet dat veel mensen zich dat realiseren. Nee. Het, is, uh, het is echt verschrikkelijk. Maar goed, uh, hij mag nu de Derde Wereldoorlog gaan, uh, ja. gaan inluiden. <laughs> ja. Dat uh, ik heb bij Rutte ook altijd het idee dat hij een beetje gebruikt wordt. Ja. Ja. Ja, en dat ik zag zo'n artikeltje. Dat was een beetje in de strekken van hij is zo gewoon gebleven. En dan ging het over zijn lifestyle. En hij woont gewoon in een appartementje ergens in Den Haag. Zijn en, naar de, naar de, naar op de fiets naar zijn werk. Weet ja. je allemaal dat soort dingen. En um, hij woont niet per se heel luxe of zo, weet ik veel. Hij heeft altijd dezelfde pakken aan. En als hij gevatgeveerd is op straat, en is hij altijd heel casual, weet je. hij heeft een polootje aan een spijkerbroek. Mm. En, weet je, hij gaat, maar, uh, hij gaat maar twee keer in de maand gaat hij naar, uh, naar de homo sauna, weet ik veel. Ja. <laughs> ik, weet, nee, ik, ik, weet, ik weet het niet, weet ik veel. Maar... Uh, Um, ik heb, ook, ik heb, uh, heb het eens een keer over gehad. Nee, maar wat, wat ik wou zeggen is dat doordat hij zo tussen seks normaal is gebleven, heb ik zoiets van: maar waarom doet hij het dan? Weet je, wat, wat is nou zijn drijfveer? Waarom ja. doet hij dit allemaal? Ik bedoel, ja. het zou logisch zijn als hij een of andere, weet ik veel, gouden paleis had laten bouwen of zo speciaal voor hem ja. of, of een, of een weet je, Zelensky heeft tenminste nog villa's ah, in Miami ja. en jachten en toestanden. Ja. Weet je, daarom doet hij het. Ja. Waarom doet <laughs> Rutte dit? Ja, nou misschien is die, uh, hij is zo simpel, hij doet het voor uh, het aanzien. Ja, maar, ik, ja, maar, maar je de, hebt best wel kans dat hij zo narcistisch is. Dat, ja. dat, 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 dat dat het is, weet je, dat dat het echt is. Oké, okay, voor die camera, voor, handjes schudden met deze gozer. En ja. ook, wat uh, was het nou laatste wat hij wat deed? hij mag niet overal weer met zijn bek op tv komen. Dat is gewoon wat hij wil. Ja, maar goed. het oh, ja, hier... Web was dat. Dan ging niet zijn, met zijn steenkolen Engels vertellen hoe, uh, hoe goed hij het allemaal deed in, ja. in Nederland. Dat soort momenten. Daar doe je ja. het volgens mij voor. Nou ja, maar, maar je zegt het, het is waar. Uh, nu is de World Economic Forum is, uh, doorgedrongen tot de top van de NAVO. Ja. En dat, uh, uh, dat betekent dat grote Amerikaanse bedrijven, uh, banken voornamelijk, uh, nu uh, direct. Uh, een lijntje hebben naar de top van de NAVO. Dat is krankzinnig. Ja. Het is echt krankzinnig. Het is corruptie ten top. Het is echt gewoon ongekende dystopische uh, onzin. En dat, um, ja, we, we staan erbij, we kijken ernaar. En Rutte lacht. Zou Klaus Schwab uh, zijn vertrek nog iets? Uh... Nou, die, die is niet echt vertrokken. Die is gewoon op papier vertrokken. Omdat hij gewoon niet meer. Dat is niet meer haal. Uh, draaglijk die zit. Ja. Dus, uh, met. Uh, Al powers-vergelijkingen. Ja. Uh... ja goed, maar, maar, zij, maar ik weet zeker dat als Rutte deze baan niet had gehad. dan was hij de nieuwe klas-shape geworden. Bij, uh... Ja, toch. Kan, ja. Maar goed, Rutte, machtiger dan ooit. Ja. Dat, uh, dat is wat het is. Goed, um, dat is niet een vrolijk bericht. Maar uh, daarmee gaan we wel deze Vivo Valentijn afsluiten. We gaan uh, door op vivovalentijn.com. Voor alle bazige bazen, voor alle tribe members. En uh, ben je daar niet bij, dan zien we je volgende week. Doei doei.